Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag is het kokosnootdag. Kokosnootdag. Ja, wat gaan we dan tekenen? Tuurlijk, een kokosnoot. Misschien moeten we daar dan ook iets van kokosmelk bij tekenen. Of een palmboom met kokosnoten erin. Teken je weer gezellig mee? Ja, kokosnoot. Hoe ziet een kokosnoot er ook alweer uit? Eens even kijken hoor. Een kokosnoot. Hoe ziet een kokosnoot eruit? Nou, laten we eens een halve kokosnoot tekenen. Of eentje die al doorgezaagd is. Of door midden gebroken. Nou, je hebt in ieder geval de schil. En die is keihard. De noot zelf. Zo. Zo, die kokos zit erin natuurlijk. Een dikke witte rand. En dan de kokosnoot zelf. Zo, en dat zijn eigenlijk, is een beetje behaard is die. Hè? Niet zo erg als een kiwi. Er zitten wat vezels aan die noot. Zo. Ja, ik weet niet of het zo een beetje goed zichtbaar is als een in zwart-wit. Maar het is in ieder geval een kokosnoot. Misschien moeten we er eentje naast leggen nog, zo. En dan er zitten daar aan de andere kant zitten dan ook nog van die zwarte of donkere punten zo. Waardoor die ook wat beter herkenbaar is. Maar ja, ik weet niet of het zo een beetje duidelijk overkomt dat het een kokosnoot, dat het hier om kokosnoten gaat. Goed. Wat je ook nog wel ziet is dat de kokosnoot nog in zijn bast zit. En als ze er dan de bovenkant een beetje zo afhakken. En dat er dan een rietje in zit. Zo, dat je lekker kokosmelk kan drinken. Dat zijn dan die afgehakte vlakken, zeg maar zo. Dit is dan groen. Groene bast. Die zit hier eigenlijk nog omheen, hè. Om de kokosnoot. Nou, dit is dan lichter. Ja, nog meer manieren om kokos. Ja, weet je trouwens, ik tekende laatst ook een palmboom. En dan teken ik van die grote bladeren zo. Maar een palmboom, een kokospalm, die heeft helemaal niet zulke bladeren. En dit is meer een bananenbladboom. Een kokosboom, die heeft bladeren, die heeft zulke palmbladeren van die. Van die lange sprieten er zo aan. Ze zijn meer zulke bladeren. Dus het is ook wel goed om op te letten als je een kokosnotenboom gaat tekenen. Ja, die hangen dan, die kokosnoten, die hangen dan echt boven in de boom zo. Als je zo'n palmboom hebt. En we horen die bladeren zo. Die stil, nou ja. En dan liggen die kokosnoten ervoor. Maar dan hangen zo hele trossen kokosnoten boven in de boom. Dus je moet eind naar boven klimmen. Sommige mensen zijn er heel behendig in. Ik zie het mij nog niet doen. Ik zou zeggen, ga zelf ook eens kijken of ik een kokosnoot kan tekenen. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.